Hey, dag lieve vrienden van de Academie. Jullie hebben het vast en zeker al gemerkt. We zitten weer in lockdown. Maar we waren aan het zoeken naar toch manieren dat we nog een beetje de lessen kunnen verder zetten. Dus ga ik een paar filmpjes voor jullie maken met wat oefeningen in die dat je thuis kan oefenen. En die je uiteindelijk ook terug kan meenemen als we terug met de lessen gaan beginnen. En voor onze eerste les zou ik graag terugkomen op onze ademsteun, waar dat we het helemaal in het begin over hebben gehad. Ga ik een paar oefeningen met jullie doen in dit filmpje om onze ademsteun nog sterker te maken. Uiteindelijk gaat dat helpen om meer adem te hebben, om een langere adem te hebben, om meer steun te zetten bij de hoge noten, de dingen waar dat we al een beetje aan hebben gewerkt, zodat we die nog sterker en beter kunnen. Hoe gaan we dat doen? We gaan dat doen aan de hand van S en SH klanken. Om het zo mooi te zeggen. We gaan 3 oefeningen doen in 3 verschillende ritmes. We gaan stap voor stap erdoor gaan. En laten we beginnen met de eerste. Dus de eerste, we gaan beginnen met op een S-klank te werken. 4 keer en daarna SH 4 keer. Klinkt als S. Zo gaan we dat doen. Dat is 1 set. Zo'n set gaan we 10 keer na elkaar doen. Waar moeten we allemaal juist op letten? Zijn weer de dingen die dat we in het begin hebben besproken. Namelijk ribbenkast een beetje naar buiten. Zijflanken naar buiten duwen. Denk maar terug aan die grote zwemband dat je rondom je hebt. Die dat je wegduwt. Probeer daar allemaal goed op te letten. Hoe beter dat je dat doet, hoe makkelijker dat je adem ook gaat zijn. Je gaat dan niet veel behoefte hebben om nog extra lucht te nemen. Normaal gezien gaan je longen sowieso genoeg lucht ophalen doordat je genoeg plaats kweekt. Je kunt best gaan rechtstaan voor deze oefening. Ik blijf even zitten, want het is even moeilijk met mijn cameratoestand. Dus ik ga het zitten doen, maar je kunt het best rechtstaan doen. Zet je handen terug in je zijflanken en je gaat het verschil voelen bij elke S en elke SH-klank. Je gaat het goed voelen dat dat naar buiten duwt. We gaan het gewoon een keer doen. We beginnen met S. En dat gaan we 10 keer doen. Ik ga met mijn vingers meetellen en meedoen, zodat we het nog een beetje samen kunnen doen. Hier gaan we. 1, 2, 3, en alright, nice. Oké, dat waren onze eerste set van 10. Goed gedaan. Waarschijnlijk, het zal ongetwijfeld heel goed gegaan zijn. Als je buiten adem voelt of als je merkt, amai lab, dat is opeens heel hard werken. Zeer goed, dat is de bedoeling. We zijn opeens heel veel spieren aan het gebruiken, dus het is logisch dat dat eigenlijk heel vermoeiend is. Maar aan de hand van deze oefeningen kunnen we dat dus nog sterker maken. Dit was onze eerste set. Nu gaan we naar de tweede set. We blijven met die S en die SH klanken werken. Alleen gaan we nu in een ander ritme werken. Voor ons tweede ritme gaan we ook terug 10 keer doen, waardoor we 2 korte, 1 lange. Krijgen we en die gaan we dan terug 10 keer doen. Ik was naar de verkeerde camera aan het kijken. Heel ingewikkelde technologie, ik ben er niks mee. Maakt niet uit, wij doen gewoon lekker onze oefening. Hier gaan we. 1, 2, 3, en nice. Alright, dat was onze volgende set van 10. Pak misschien even een slokje water. Goed gehydrateerd blijven in deze dagen. Goed de vitamintjes pakken. Ga af en toe een keer in het zonneke wandelen. We moeten een beetje gezond blijven allemaal. In deze bijzondere tijden. Alright, als we allemaal terug gehydrateerd zijn, dan gaan we naar onze laatste oefening. Onze laatste oefening blijven met dezelfde klanken, met de S en de SH. Alleen gaan we nu weer een ander ritme doen. En nu doen we lang, kort, 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 kort. Dus we krijgen en goed bij elke korte ook zien dat je altijd naar buiten blijft gaan. Terug in een set van 10.
Here we go. And one, two, three, and... Oké, nice. Goed gedaan. Ongetwijfeld. Alright, dit was onze eerste online les, een beetje. Deze drie oefeningen zijn oefeningen die dat je heel makkelijk thuis even kan doen. Als je even 10 minuutjes vrij bent en denkt, oh, ik ga er nog eens een beetje aan werken. Zijn dat heel goede oefeningen. In het begin zijn die heel vermoeiend, maar hoe ze meer dat je ze doet, hoe ze makkelijker dat ze ook worden. Hoe ze meer dat je dit ook traint, hoe ze makkelijker dat je dat gaat kunnen meenemen in je nummers achteraf. Onze ademsteun is super belangrijk en dit zijn gewoon een paar oefeningen om die nog sterker te maken. Alright, goed gedaan lieve vrienden. Het klonk fantastisch. Hou jullie goed daar en ik zie jullie hopelijk graag snel terug. Bye!